西班牙国王费利佩和王后莱蒂奇亚开始对荷兰进行为期2天的国事访问。西班牙王室夫妇在阿姆斯特丹的水坝广场受到荷兰国王威廉亚历山大和王后马克西玛的欢迎。IFTEF Amsterdam bestaat sinds 1972 en is de grootste vakbeurs wereldwijd op het gebied van de toekomst van mobiliteit. Je ziet hier autonome voertuigen, je ziet er heel veel oplossingen die te maken hebben met slimme infrastructuur. Je ziet dingen als active modes, dus hoe kunnen we mensen stimuleren om te fietsen of te gaan lopen. Je ziet apparatuur die te maken heeft met handhaving. Dit is Stella Terra, werelds eerste offroader op de energie van de zon. Je bent onafhankelijk van de laadsystemen, van de weg en van de leefomgeving. Dus je hebt eigenlijk ultieme vrijheid. Je kunt gaan en staan waar je wil. We zijn in september met het team naar Marokko gegaan. En daar zijn we begonnen in het noordelijkste puntje van Marokko, in Tanger. En zo hebben we een tocht van 1000 kilometer gereden naar de Sahara toe, op de weg van de weg af. De auto heeft 100% op de zon gereden, 1000 kilometer. Dus daar zijn we nog steeds heel erg trots op. Ik denk dat het vrij realistisch is dat we zonneauto's binnen nu en 10 jaar op de markt gaan zien. Alleen dit is wel een prototype, dus dit is een auto ongemaakt om te laten zien wat er kan. En om die energietransitie aan te wakkeren van hey, als een groep van 22 studenten dit al kan maken, waarom rijdt het hedendaags nog niet op de weg? Nou, waarom niet? Omdat we eigenlijk zien dat auto's leveranciers nu niet ver genoeg zijn. En daarmee willen jullie luisteren laten zien van hey, de kennis is er. Laten we met z'n allen een steentje bijdragen om die energietransitie te versnellen.阿斯麦 ASML 是一间位于荷兰费尔德霍芬的半导体设备制造商。公司同时在欧洲和美国 NASDAQ 上市。全球员工有4万多名。在世界16个国家提供服务。
阿斯麦公司的主力产品是用于生产大规模集成电路的核心设备光刻机。在世界同类产品中有90%的是占率。在14纳米制程以下则有极紫外光刻100%的是占率。是现代集成电路不可或缺的重要供应商。阿斯麦1984年从荷兰著名电子制造商飞利浦独立，当时办公室尚在母公司的空地一旁的木屋内，仅有100余人陆续加入。此后致力于当时正在发展的大规模集成电路设备的研究和制造市场，甚至让三星、台积电、英特尔等竞争对手纷纷放下敌意和成见，出现对手联手研发并联合注资高阶光刻机 EUV 项目的景象。阿斯麦公司的光刻机成为中美科技战中的焦点。在美国政府的压力下，荷兰被迫限制对华光刻机的销售与维修。但是即将离任的总裁温宁克曾经表示，限制中国的发展是没有用的，中国人很聪明，他们自己迟早会造出高科技产品。阿斯麦也对荷兰的政策不满，声称不利于扩充和发展，计划将主要业务迁到国外。看守内阁为此制定了一个贝多芬计划，希望挽留阿斯麦在荷兰。在荷兰的北部拉方特省，昨天先后发生2宗家庭悲剧。一名18岁的俄罗斯少女杀死她的父亲，又有一名24岁青年打伤她的父亲后逃走，但是两人已经被捕归案。Een bijzondere visite van de morning in het Abelenstra stadion op het Jereveen.Een delegatie uit China kwam deel om het stadion te inspecteren. En dat wie net voor een internationale voetbalwedstrijd, maar voor ballet. We have these screens facing towards the side of the stadium. This is the circle. Begin juni moet het er hier heel oors uitzien. Op de lange zijde een podium met grote ledmoren.En op dat podium een groot orkest en 10 dansers. Het Nationaal Ballet van China zal hier deze zomer het stuk Inspiration and Glory opvieren. Maar voor het zover is, moet er nog een soort barren. Zo willen de Chinezen graag zien waar haar dansers te lanen komen. Het is het grootste wat zij ooit hebben gedaan. Buiten is sowieso uniek en het is geen theater. Hè? We creëren een theater.Ja, en dat is ook voor hun, maar ook voor ons wel heel erg spannend. Je hebt natuurlijk met wat andere dingen te maken dan wanneer je gewoon in het theater in Sneek of in Leeuwarden zit. Als het regent, maakt dat niet uit. Ja, bij ons is dat een dingetje. Ze binnen onder de indruk van de locatie. Dit hier gaan de indruk特别好. En dit hier感觉很有历史感. Ik denk dat het een heel mooie dingetje is. De organisatie wil ook graag lokale dansers beloeken bij het stik.Ze kennen in onrin na het evenement meidwan on workshops voor een speciaal voorprogramma. Intussen zitten de Chinezen on een friske lekkernij en ik het de eerste inspectie goed voor hun. Is Abe. Tot nu toe hebben we eigenlijk de plannen wat wij ze hebben voorgelegd. Dat lijkt in goede aarde te vallen. Zij moeten daar natuurlijk nog wel mee terug naar China. Zij hebben daar hun eigen achterban. Daar moet alles nog wel gecheckt worden. Maar het lijkt er eigenlijk op dat alles wat wij bedacht hebben, dat kan zoals wij het voor ons zien. Ik ben heel erg blij. Ik hoop dat veel mensen naar onze voorstelling komen. En in het sportveld, denk ik, dat het effect zal zijn. 6月6日至8日晚上，在荷兰海伦分将有一场中国的中央芭蕾舞团演出的。
马上就要出发。